Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een boordsteek of een ribbelsteek maken. Het zijn eigenlijk gewoon reliëfstokjes. Het lijkt gebreid, maar het is echt gehaakt. Even inzoomen. Ik heb deze boordsteek aan een sjaal gehaakt. En ik heb een beginstukje gemaakt, zodat je kan zien hoe dit gaat gebeuren of hoe dit moet. Ik heb gewoon een klein lapje eventjes gemaakt van de andere waaiersteek die ik al uitgelegd heb. Het handigste is om te beginnen met een opzetlus. En dan pak je je werk eigenlijk aan de onderkant of aan de zijkant, maakt niet uit. Als je maar begint netjes in een hoekje. Ik heb even die opzetlus gepakt om aanhechting te maken. En dan zet je even vast met een halve vaste. Kijk, en dan heb je al een beginnetje. En omdat je stokjes moet maken, begin je eerst met 3 lossen. Dit is dan een telt mee als een stokje. En dan ga je deze rand inhaken als boord. En dan pak je omslaan. Je pakt het eerste steek en je maakt daar een stokje op. En dan pak je de tweede steek. Goed de tweede steek pakken. Dat dit nogal een. Dit was de eerste rij van de wafelsteek. Maar goed, ik pak deze waar die twee stokjes in zitten. Deze ingang. Of deze steek. En dan ga je weer verder. Dit zijn 1, 2, 3. Die kan je dus ook gewoon in deze opening zetten. En dan 1 in deze opening. Het gaat om het systeem, hè? Dus dan pak ik 3 stokjes. 1, 2, 3. Als je hem gewoon door, zeg maar, door de lus haalt, dan zit hij ook heel stevig. Dan pak je hier weer die middelste van die wafelsteek. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar een rand stokjes haakt, eerst gewoon een rand stokjes haken. Ik heb gekozen voor 3, 1, 3, 1. Dus dit is 3. 3, 1. 3. Dus dit is dit. Oh. En weer 1 in deze. En weer 3, 1, 2, 3, 1, 1. En om dit de zijkant is, dan kijk ik heel even. Hier zat er 1 tussen. Pakken we er 1 op het beginstokje. Dat is een beetje lastig. Om weer naar boven te werken, pak je weer 3 lossen. En dan keer je het werk. Kijk, je hebt al een hele rij gemaakt nu. Met stokjes. Om die
boordsteek te krijgen, of die ribbelsteek, of hoe je het noemen wil, ga je reliëfstokjes maken. Pak je je steekt hem achter het stokje in en je gaat achterlangs omhalen en je werkt hem af als een gewoon stokje. Ik pak nu nog één voorste reliëfstokje. Dan heb je twee reliëfstokjes gemaakt. Omslaan, nu ga je naar de achterkant. Pak je hem. In het begin is het altijd even wennen. Nou. En nog één aan de achterkant. Dan ga je weer één aan de voorkant. En nog één aan de voorkant. En zo krijg je al het idee van de boordsteek. Even goed een beetje een stokje uitrekken, zodat je een beetje ziet wat je aan het doen bent. Omslaan. Achter het stokje door. En je werkt hem af als een gewoon stokje. Nou, aan de voorkant 2. Nu weer de achterkant. Het begin is altijd eventjes een beetje voelen dat je het stokje goed te pakken hebt, maar je moet er gewoon een beetje mee oefenen. Nou weer voor. Die eerste drie losse, zeg maar, daar doe je net alsof dit ook een stokje is. En je eindigt de toer en je begint hem weer met drie losse. Dan keer je het werk. En het begint er al op te lijken. En dan zie je dat deze aan de achterkant liggen, dus die pak je ook weer. Deze doe ik dus fout. Even uithalen. Deze ligt aan de achterkant. En dan pak je hem ook weer. En voor terug, zodat hij achter blijft liggen.